Wij zijn bezig aan de ontwikkeling van een gamification gebaseerde applicatie waarmee dat gebruikers eigenlijk feedback kunnen gaan geven over verschillende loop- en fietslussen die zij in Vlaanderen tijdens hun activiteiten bezoeken. Tot op de dag van vandaag is de data die daarover beschikbaar is nog vrij statisch, dus je kan er eigenlijk niet heel veel mee gaan doen. En wat wij willen gaan bereiken is dat bijvoorbeeld op basis van de weersomstandigheden mensen kunnen gaan inschatten hoe lang dat ze over een bepaalde lus zullen gaan doen, wat ze kunnen gaan verwachten van de ondergrond en of zij in staat zullen gaan zijn om die route tot een goed eind te kunnen gaan brengen. Nu, die data die is voor verschillende partijen interessant. In eerste instantie is die voor de eindgebruiker interessant. Maar anderzijds is die ook voor de beheerder van de routers interessant, omdat die kan te weten komen of dat de route zelf wel nog in goede staat is, maar ook gemeentes en dergelijke kunnen gebruik maken van die data om te weten gaan komen hoe sportief bijvoorbeeld de gemeente op elk ogenblik in de tijd is. We zijn al heel lang bezig op data science, maar het toepassen van data science in de context van sport is voor ons nog vrij nieuw. En wij hopen hier op het congres dan ook enkele nieuwe ideeën te kunnen gaan opdoen om ons onderzoek eigenlijk naar een hoger niveau te kunnen tellen.